In een groot deel van Nederland schijnt de zon volop, alleen in het uiterste noordoosten hangt laaghangende bewolking en dat is goed te zien op de satellietfoto. Daar is het grijs en nevelig. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar in het oosten en noordoosten kan die bewolking nog steeds aanwezig zijn. In het westen klaart het sterk op en de temperatuur die daalt naar zo'n 1 tot 3 graden en lokaal kan het tot vorst komen. Ook vannacht is dat het geval. Wel neemt vanuit het oosten de bewolking steeds verder toe en gaat de temperatuur iets omhoog. Aan het eind van de nacht en morgenochtend kan er wat regen vallen in het zuidoosten. Elders blijft het droog en vooral in de middag kan in het westen de zon af en toe doorbreken. De temperatuur ligt in de middag rond de 8 of 9 graden. Donderdag is het vrij rustig weer met veel bewolking maar soms even zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt zo'n 10 graden. Op vrijdag gaat het enige tijd regenen. De temperatuur ligt dan rond de 11 graden. In het weekeinde is het wisselvallig weer met een aantal buien maar soms ook zon.